Ik zit in een compleet nieuwe wereld en voor mij staan twee bordjes. Dit is geen normale wereld, kijk goed om je heen. En ik ben een beetje aan het kijken en ik heb geen idee wat hier anders moet zijn dan in een normale wereld. Maar wij gaan natuurlijk in deze video even op zoek naar wat er zo raar is aan deze wereld. Maar eerst, like even deze video, want anders zie je deze creeper, die gaat dan naast jou ontploffen vannacht bij bed. En shout-out aan deze mensen die gisteren zijn geabonneerd op mijn kanaal. Hoe je ook een shout-out, dan moet jij vandaag eventjes abonneren op mijn kanaal. Maar op dit moment zie ik helemaal niks. Ik zie daar een paar bomen, een paar bergen. Oké. Weet je wat? Ik denk dat ik weer even wat tools ga maken. Want ik heb zo'n idee dat er misschien zelfs wel wat rare dingen gaan gebeuren. En dan moet ik mezelf natuurlijk wel kunnen beschermen. Dus, kijk, op deze manier doen we even dit. Maken we dit. En we hebben nu gewoon al een crafting table. Dan maken we meteen even wat sticks. En ik ga een zwaard maken. Want ik denk dat ik zo'n zwaard wel kan gebruiken. Ook al is hij van hout. En laten we maar even een klein huisje gaan maken. Dat is denk ik ook wel belangrijk. En dan gaan we straks natuurlijk even op avontuur. Wat er allemaal te beleven is in deze Minecraft wereld. Oké, eerst hakken we even al deze bomen. Ik denk dat het slim is dat wij even een axe gaan maken. Zo, we maken wat hout. Ik ga wel gewoon even een heel simpel huisje maken, want ik moet gewoon kunnen overleven. Want als er wat raars gebeurt en ik ga dood, ja, daar heb ik niet heel veel zin in. Oké, we hebben de pickaxe en 17 hout. Daar komen we op zich wel wat verder mee. En oh, dit gaat alsnog echt zo slow met deze axe. Dit is echt niet normaal. Oké, dankjewel. Ik denk dat wij gewoon meteen even beginnen met wat deuren. Dat is wel belangrijk. Zetten we hier twee deuren neer. En dan gaan we gewoon even een heel simpel huisje maken. Kijk, we gaan nog een heel klein maken. Hier komt dan even een heel mooi raampje. Zo. En aan de andere kant doen wij natuurlijk even precies hetzelfde. Bim. En dan verder. Ja, we hebben niet genoeg hout. We doen het gewoon even op deze manier. Zo. Ik ga even wat hout hakken. Want dan kunnen we even het huisje afmaken. En daarna gaan we kijken wat er allemaal te beleven valt in deze Minecraft wereld. Wow. Ik was het hakken in het bos. En ik kom weer een bordje tegen. Onder je zit een schat verborgen. Oké, we gaan meteen even onder me graven. Waar is de schat? Dit is letterlijk gewoon steen. Is dit een hint? Ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. Weet je wat? We gaan gewoon nog even hout hakken. Ik wil het huis afmaken. En daarna moeten wij denk ik maar gewoon onder mij gaan graven. Of op onderzoek uitgaan. Ik weet niet wat ik kan gaan vinden. Oké, in ieder geval. Ik denk dat wij wel genoeg hout hebben om het huisje af te kunnen maken. Oké, we maken het eventjes af op deze manier. Zo, en dan doen we dit. Bim, bim, bim. En de achterkant wordt gewoon zwart helemaal vergeten. Glas. En dan het enige wat ik nog even moet doen is even een plafond erin zetten. Dat is ook wel belangrijk. En het gaat een heel laag plafond worden. Weet je, zoveel ruimte heb ik niet nodig. Zodra ik die schat heb gevonden, ga ik gewoon een gekke villa maken, want dan heb ik zoveel geld. Oké, dan moet ik er alleen nog even een raam in doen. Maar weet je wat, dat gaan wij de volgende keer doen. Ik ben zo nieuwsgierig wat wij kunnen gaan vinden. Dus we gaan even op onderzoek uit. Er stond op dat bordje, kijk onder je. Oké, misschien ga ik toch nog even terug. Want ik moet namelijk even naar mijn crafting table. Ik denk dat het tijd is dat wij een schep gaan maken. Dus we maken weer even wat sticks op deze manier. Zo, en bim, een schep. Het is wel van hout, want ik ben net begonnen met de survival, maar we gaan even onder me graven. En onder me ligt letterlijk alleen maar dirt. En hè? Waarom kan ik onder me helemaal niks vinden? Weet je wat? We gaan gewoon even lekker verder kijken. Wat kan ik allemaal vinden? En oh nee, ik heb eten nodig. Hallo, koe, kom jij eens even naar me toe? Ik moet namelijk even wat te chappen hebben. Hallo, koe. Weet jij trouwens de weg naar de geheime schat? Nee? Oké. Nou, we chappen even dit. Zo, de kip. Kip, kom eens hier. Ik wil je ook even chappen. Zo, de kip hebben we ook gechapt. En we kunnen weer redden. Let's go. Maar, wat kunnen wij hier allemaal vinden? Wat is dit? Dit lijkt letterlijk op een village. Alleen dan onder de grond of zo. Wat de... Oh, wow. Onder de grond. Dat was de tip. Kijk onder je. Wat is dit nou weer? Dit is gewoon een soort van berg met een knop. En wat als ik hierop klik? Dan gebeurt er helemaal niks. Oh, dan gaat de deur open. Oké, we gaan nog een keer klikken. En dan gaan we naar binnen toe. Zo. Oké. Ik ben op dit moment ergens binnen en ik heb geen idee wat ik hier kan gaan verwachten. Maar ik weet niet of jullie het zien, alleen ik heb op dit moment gewoon helemaal geen armor aan. Ik denk dat het slim is dat we eerst even armor gaan zoeken voordat we hier naar binnen gaan. Want ik heb geen idee wat er allemaal kan gaan gebeuren. En ik moet ook wat te eten hebben. Oké, we maken weer even een nieuwe crafting table, want ik heb geen zin om te lopen. Dan doen we even dit, zo. En we maken even een pickaxe, want dan kan ik namelijk even wat steen gaan hakken. En zodra ik steen heb gehakt, kunnen wij ook even lekker een furnace maken voor wat eten. En ik moet iron hebben. Ik moet iron armor hebben, anders heb ik echt een probleem. Oké, we gaan gewoon even kijken of er in de buurt even wat kool voor mij te vinden is. En ik kan gewoon niet meer rennen. Dit is zo vervelend, hè. Oké, we hebben in ieder geval kool gevonden. Kan ik dat weghakken met hout? Dat weet ik niet zeker. En weet je wat? We gaan het gewoon even proberen. Of trouwens, ik heb een veel beter idee. We gaan gewoon in steen hakken. En dan gaan we gewoon een stenen pickaxe maken. Dat is veel slimmer. Waarom heb ik dat niet meteen gedaan? En we staan terug bij de crafting table. En kijk, dan maken wij weer even wat sticks. En dan... Bim! We hebben nu gewoon een stenen pickaxe. Kijk, dat is
even lekker. Alleen, ik heb toch even iets meer steen nodig. Want ik heb even heel veel koeien gekild. Ik heb nu 11 vlees. En ja, dat vlees, dat kan ik op zich wel gebruiken. Alleen, daarvoor moeten we eerst een furnace maken. Dus 1, 2, we moeten in totaal voor 8 stenen hebben. 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dankjewel. Gaan we een furnace maken en dan ga ik gewoon al mijn houten tools verbranden. Want hey, die ga ik toch niet meer gebruiken. Dus, zo, we maken even een furnace op deze manier. Die gaan we meteen even neerzetten. Wil jij ook dood? Ik kan het vlees wel gebruiken. Oké, de furnace. Eens even kijken. De pickaxe gaan we niet meer gebruiken. En we doen daar gewoon even vlees in. Weet je wat? We gooien die deur er ook gewoon lekker bij. Oprotten met al dat hout. En kom dan maar even heel gauw hier met dat eten. Want dat kan ik echt wel even gebruiken op dit moment. Oké, we chappen even lekker dit vlees. Kom aan, geef me nog een stukje. Bijna. Ja, dankjewel. En we gaan nu even terug naar waar het kool net was. Want dan gaan we meteen even het kool hakken. Want ik moet natuurlijk ook straks iron zien om te smelten. En ik moet ook nog iron vinden. Want geloof me, als ik daar naar binnen ga zonder armor, heb ik denk ik best wel een groot probleem. Dus we hakken even dit kool. Zo, hopelijk is het ook meteen even veel kool. Ja, oké, dit is lekker. Ik denk oprecht dat we aan al dit kool wat we nu gaan hakken gewoon meteen al genoeg hebben om in de bunker te komen straks. En ik heb ook niet zin om heel lang kool te hakken, want eigenlijk moet ik iron gaan vinden. Hey, beter zit hieronder gewoon meteen even iron. Zou ik toch wel even lekker vinden. Come on. Nee, oké. Ja, dat was even iets te mooi geweest, denk ik. Maar we hebben 19 kool. Dat is wel even lekker. En zie ik hier ergens iron? Nee. Kan ik hier beneden? Oh, niet doodvallen. Au. Kan ik niet hier even ergens iron vinden? Hier zit een ravijn. Oké. En ik heb meteen iron gevonden. Kijk, daar zit iron en daar zit iron. Oké, we gaan eerst even die. Die is het makkelijkste. En daarna gaan we hier denk ik gewoon even naar beneden springen in het water. En dan gaan we gewoon al het iron wat wij tegenkomen, gaan we gewoon hakken. En dan gaan we armor maken. Oké, volgens mij zat het iron hier ergens. Hallo, iron. Ja, we zijn er bijna. En alsjeblieft zeg maar dat dit meteen even heel veel is. Oké, één blokje. Was dat letterlijk het enige blokje? Nee, hier is nog een blokje. En het waren letterlijk maar 2 blokjes. Oké, ik ga hier naar beneden springen. Niet in de lava landen. Zo. En kijk, nu is het gewoon een kwestie van af en toe even naar boven klimmen. En gewoon al dat iron even verzamelen. Oké, heb ik genoeg dirt om bij dit iron te komen? En er ligt hier zelfs een redstone voor mijn neus. Oké, dit is echt een heel goed begin van deze survival. Come on, waar is het iron? Hier. Hallo iron, kom even bij mij. Zo, dit zijn wel wat meer blokjes. Dit zijn er al minimaal 4. Come on, 5. Oké, 4 blokjes. Maar we hebben nu 6 iron. Dat is in principe al genoeg om een helmpje te maken. Alleen, ik wil meer iron. En ik ben weer even wat verder. En we hebben gewoon 23 iron. Het enige wat ik nu moet doen is even hier omhoog zien te komen. Hoe ga ik dit slim doen? Ja, ik kan mijn iron gebruiken, maar dat gaan we natuurlijk even lekker niet doen. Weet je wat? We hakken wel gewoon even omhoog. En terwijl ik dat doe, kom ik gewoon nog meer iron tegen. Ik heb echt veel geluk. Zo, dit gaan we ook nog even lekker meehakken. Hoppakee. En het enige wat we nu moeten doen is even naar de furnace en al het iron erin gooien. We zijn weer aangekomen bij de furnace en ik heb 19 kool en natuurlijk wat te chappen. Zo, het iron gaan we erin doen en ik denk dat ik nog een furnace ga maken, anders gaat het veel te lang duren. Dus, ik heb weer even 8 cobblestone gehakt. Dan maken wij meteen een nieuwe furnace op deze manier. Die zetten we hier neer. Dan pakken we even de helft van dit kool. En kijk, daar doen we gewoon even lekkere chappen in. En dan zodra dit klaar is, kunnen wij in de bunker. En eindelijk, al het iron is klaar. En dan kijk, dan kunnen we even dit maken. Zo, even een helmpje. Zo, even een broek. Zelfs wat schoenen. En zelfs, kijk eens even aan. Hoppakee, een zwaard. Dat gaan we meteen allemaal even aandoen. En dan denk ik dat ik wel klaar ben om in de bunker te gaan. We hebben zelfs gewoon genoeg te chappen. We hebben gewoon 10 stukken vlees. Oké, we gaan naar binnen toe. En dan ben ik heel benieuwd of ik het ga overleven. Come on. Doe open, doe open. Ja, oké. Wat is hier binnen allemaal te vinden? En wow. Dit is gewoon een gigantische ondergrondse bunker. Ik denk dat ik nog nooit zo'n grote ondergrondse bunker heb gezien. Alleen, wat kunnen wij hier allemaal vinden? Eens even kijken. We hebben hier een chest. Wat zit hierin? 3 diamonds. Oké, let's go. En oeh. Dit is zelfs een enchanted table. Van wie is deze bunker? Oké, we gaan gewoon verder kijken. Is hier nog meer diamonds? Hallo, diamonds. Hier diamonds. Wow. En dit lijkt een soort op een set. Betekent dit dat dat van iemand is met een set? Ik zou echt niet weten van wie. Maar kijk dan hoeveel diamonds wij nu hebben. We kunnen straks gewoon diamond armor gaan maken. Oké, we gaan alle kisten even langs. Zit er ergens nog wat in? Nee, ik denk het niet. Alleen, wat is hier nog meer allemaal te vinden? Furnacen. Is hier ergens wat eten voor mij? Nee. En kijk dan, ik kan zelfs nog helemaal naar de andere kant van deze gigantische bunker. Wat is hier verder nog meer allemaal?
Oeh, ligt hier gewoon een bed. Oké, en wat? Kijk er hoe gigantisch groot het is. Dit is echt niet normaal. Maar ik zag net dat ik ook weer een verdieping naar beneden kon. Dus daar gaan we ook even kijken. We zijn beneden en we hebben nog geen enemy gezien. Dus ik heb mijn zwaard nog niet nodig gehad. Nee, wat is hier weer allemaal te vinden? Wat? Kijk dan, je hebt hier een hele farm. Yo! Die farm die ga ik lekker even hakken. Want dan kan ik straks even eten maken. Dat eten kan ik best wel gebruiken. En nu hoop ik niet dat ik iemand boos aan het maken ben op dit moment. Want ik ben namelijk heel veel dingen aan het stelen. En wat is hier? Staat hier een bordje? Farming supplies. Oké. TNT. Dit zijn geen farming supplies. Maar wat zit er nog meer allemaal in? Nog meer diamonds. En oh, misschien kunnen we straks wel deze hele bunker gaan opblazen met TNT. Dat is wel een heel leuk iets. Weet je wat? Dat gaan we gewoon doen. Ik weet niet van wie het is, maar dit is mijn wereld. Dus oprotten. We gaan even aan de andere kant kijken. En hier was ik net ook. Alleen zitten we nu dus aan de onderkant. Want net stond ik volgens mij hier daar op dat balkon. En is hier nog wat leuks? Natuurlijk weer wat eten. Dankjewel. Verder is hier niet heel veel te bekennen. Maar volgens mij heeft deze bunker nog meer verdiepingen. En er werd dus gezegd tegen mij dat er een geheime schat te vinden was. Alleen waar is die geheime schat dan? Oké, ik moet me even voorbereiden. Ik heb namelijk weer even wat eten nodig. Ergens in deze bunker moet dus iets zitten wat echt heel erg goed is. Oké, we gaan nog even verder kijken. Wat is hier allemaal? Zit er misschien achter deze painting of zo? Nee. We hebben hier een soort van zwembad. Zit er dan onder het zwembad? In het zwembad zit ook niks. Come on, er moet nog ergens iets zitten wat heel zeldzaam is. Misschien hier. Een nether portal, wat? En achter de nether portal is gewoon een nether. Oké, we gaan hier niet naar binnen. Back een van deze buttons. Is hier wat te zien? Nee, ook niet. Oké, weet je wat ik gewoon even ga doen? Ik moet eventjes mezelf voorbereiden. Want ergens hier moet dus die geheime schat liggen. Alleen kijk, ik heb natuurlijk 32 diamonds. Dat betekent dat ik volledig diamond armor kan gaan maken. En ik zeg je eerlijk, dat heb ik best wel nodig. Oké, we doen dit weer even open. We gaan weer naar buiten. En oh, het is donker. Oké, weet je wat? We gaan die armor gewoon even heel snel maken. Zo, we doen een chestplate. Hoppakee, een helmpje. Een broek erbij. Au. Nee. Laat me met rust. Au. Ik was bijna klaar. Au, oprotte jij. Jij, zombie, ga jij ook even dood. Dankjewel. Oké, ik moet letterlijk alleen nog even schoenen maken. Nee. Laat me met rust. Schoenen, come on. Nee. Au. Spin, rot. Jij is even op. Oké, we maken snel de schoenen zo. En we gaan weer naar binnen toe. Doei. En nee, misschien dat ik ook een diamond zwaard moet maken. Weet je wat? We doen het wel gewoon met de ijmerswaard. En weer naar binnen. Hier is tenminste licht. Oké, dit gaan we allemaal weer uitdoen. En we doen gewoon volledig diamond armor aan. En we gaan weer op zoek naar die geheime schat. Wacht, trouwens. Ik heb natuurlijk TNT. Wat nou als ik hier gewoon TNT neerzet? Misschien zit er wel wat achter deze muren. We gaan kijken. Come on. Bim. Oh. Achter deze muren zit niks. Wel een verdieping naar beneden. Maar hier waren we net volgens mij ook. Ach, trouwens, misschien zit het wel gewoon in het midden, helemaal onderaan. Oké, we gaan weer even TNT laten ontploffen. Dan gaat het lekker allemaal weg. En dan kunnen we daarheen. En dan eens even kijken, wat is hier allemaal te vinden? En zijn dit nou allemaal ironblokken? Hallo? Volgens mij wel. Ja, En ik heb net zoveel moeite gedaan om iron te zoeken. Hè? Weet je hoe dom van mij? Oké, we gaan hier gewoon even heel veel TNT zetten. En aansteken en wegrennen. Ik wil namelijk niet doodgaan. Ik heb diamond armor, maar kom op. Ja, ontploffen. En geef mij de schat. Is hier een schat te vinden? Nee, ook niet. Of waren al deze diamonds een schat? Dat kan natuurlijk ook. Wacht, dit is allemaal van wol, toch? Dus dit kan ik gewoon allemaal aan de fik steken. Zo. Ik weet niet van wie dit is, maar het gaat nu in ieder geval even lekker keihard kapot. En hier ben ik nog niet geweest. Wat is hier te vinden? Nog een kist en... Wow! Een netherite zwaard? Wat hebben we allemaal? Kijk, al die netherite ingots. Dit is zo zeldzaam. Dit is nog veel meer waard dan al die diamonds die we net gewoon hadden gekregen. En oh, wow. Oké, al mijn diamond armor, die gaan we eventjes uitdoen op deze manier. Zo. En als wij dan dit doen... Oh, we kunnen gewoon netherite armor maken. Dit is zo nice. Zo, dan doen we even dit. Die wil ik ook wel even netherite hebben. Dankjewel. En daarna mijn helm. Die wil ik ook wel even netherite. En kijk dan mijn armor op dit moment samen met mijn zwaard. Ik denk dat dit een schat was. Ik ga hier in ieder geval vanuit. Alleen, ik weet niet voor wie de bunker is. Alleen de hele bunker, die gaan we gewoon kapot maken. Dus we gaan gewoon een pad maken van TNT. En we gaan gewoon weer lekker naar boven toe. En als zodra ik boven ben, dan gaan we gewoon dit pad aansteken. Dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké, we zetten de TNT weer eventjes neer. Zo, nog hier wat TNT. En dan gaan we hier weer even omhoog. En hier doen we gewoon even heel erg veel TNT. En nu moet ik het slim aanpakken. De deur moet open. Dan steek ik die aan en dan gaan we rennen. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. En nee. Laat me met rust. Alles is op dit moment aan het ontploffen. Oké, we gaan kijken. Kijk dan. Dit is niet normaal. Wow! Kijk, al de TNT gaat. De hele bunker. Die gaat op dit moment gewoon kapot. Dit is geniaal. En
au. Skeleton, laat me met rust. Kijk dan naar deze bunker. Au! Oké, dat was karma als ik doodging. Maar kijk dan, er is bijna niks meer over van de bunker. En hier ligt gewoon nog meer TNT. Kijk, die moeten we ook nog even aansteken. En dan is dit het laatste TNT wat we gaan afsteken. En alles gaat gewoon lekker kapot. Dit is helemaal top. Ik heb gewoon vol Netherite armor gevonden in een geheime bunker.